Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er vandaag op de agenda? We gaan net zoals elke vrijdag gewoon lekker naar de voedselbank. Ik heb nu een afspraak met Marieke. Marieke is van de Stichting Jarig Job. Zij zit ook bij de voedselbank. En zij doen hele goede dingen voor kinderen die jarig zijn en die in armoede leven. En die niet hun verjaardag kunnen vieren. Pakket uitmaken. Ja. Dit is een doos voor een jongetje van ongeveer 6 tot 9 jaar. Allerbelangrijkste natuurlijk, een groot cadeau. Nog een spelletje. Zo. Dan zit er natuurlijk altijd slagroom in. Ranja. Want ze kunnen kinderen altijd een kinderfeestje geven? Nee, die kinderen van de Stichting Jarig Job niet. Leuk is nou. Dus daar zorg je ook voor. Ja, in principe wel. En het tractatie op school. Het is niet alleen natuurlijk een cadeautje. Een verjaardag is niet. Het draait niet om het cadeautje. Het gaat om heel het feest eromheen. Dus er moeten ballonnen zijn, er moeten slingers zijn. De tafel moet versierd worden. En het allerbelangrijkste natuurlijk, en dan zit er in deze wel een hele leuke. Een tractatie voor op school. Oh, ja. Weten kinderen. Nee. Kinderen weten het niet, sorry, ik breek je af. Ja. Nee, kinderen weten het niet en dat is ook niet belangrijk. We zijn er juist mee bezig om de kinderen geen stempel te laten krijgen. Mm-hmm. Van jij bent arm, jij hebt geen geld. Waarom zou ik er dan het label Jarig Job aanhangen? Want dan weten de kinderen automatisch, oh, Stichting Jarig Job, dus jouw ouders lopen bij de voedselbank, dus jullie hebben geen geld. Oh, dan ben je toch nog namens loer. Als mensen nu bijvoorbeeld thuis zitten en die hebben zoiets van, nou, ik wil Stichting Jarig Job misschien wel helpen. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Het meest leuke is natuurlijk als er kinderen bij betrokken worden. Dus probeer met de school een actie te doen. Probeer de kinderen ook bewust te maken van het feit dat het kindje wat naast hun zit wellicht zomaar een pakket van Stichting Jarig Job zou kunnen krijgen. Wat kan de gemeente, de raad, nu doen voor jou? Stichting Jarig Job. Ik weet niet of ik daar een officiële aanvraag voor in moet dienen, maar als er subsidie zou kunnen komen, dan heel graag, daar zijn we alleen maar heel erg blij mee. Ja. Ik heb per jaar €12.250 nodig om de kinderen SEC in Tilburg te kunnen helpen. Kun jij vertellen waarom jij cliënt bent bij de voedselbank? Nou, wij zijn cliënt bij de voedselbank omdat wij het zelf niet helemaal kunnen gooien vanwege schulden. En we dus eigenlijk niet genoeg overhouden om dus de dagelijkse boodschappen te doen. En hoeveel geld hou je over, zodat mensen ook een beetje een beeld hebben van waar je aan werkt? Wij houden zelf iets van €50 per week over eigenlijk om te besteden aan boodschappen. Ja, dat is eigenlijk te weinig om gezond te kunnen eten. En hoe lang ben je al klant? Nou, eigenlijk al veel te lang. Want wij proberen al heel lang onze school eigenlijk te bemiddelen, zeg maar. Maar iedere keer gebeuren er dingen waardoor we dus net weer buiten de boot vallen. En wat voor dingen gebeuren er dan? We hebben heel veel dingen meegemaakt. We hebben een spoedverhuizing hebben meegemaakt. We hebben de geboorte van de tweeling hebben meegemaakt. Wat ook weer extra kosten allemaal met zich meebracht. Vervolgens hebben we ook problemen gehad met de bureauzorg. Dat kinderen uit huis geplaatst waren en dergelijke. En zo kwamen we eigenlijk iedere keer op een stukje verder. Dus dat we dus net niet in een bemiddeling kwamen voor onze schulden. Bij de voedselbank geldt ook dat inderdaad als je hier aankomt dat je dan in het traject moet. Dus dat je ook echt iets aan je schuld moet gaan doen. Hoe zit dat bij jullie? We hebben verschillende trajecten eigenlijk geprobeerd via BLUT en via Bureau Schuldhulpverlening. Zo zijn we op een gegeven moment ook in een beschermingsbewind terechtgekomen. Wat is een beschermingsbewind? Een beschermingsbewind is eigenlijk een soort accountant die dan eigenlijk je financiële plaatje overneemt. In kaart brengt van wat je schulden zijn en dergelijke en kijken of dat daar een bemiddeling in mogelijk is. Het zij dat ze je doorverwijzen naar een Bureau Schuldhulpverlening of 2NCP of faillissementverklaring, kan van alles zijn. Hoe ervaar je de rol als volksvertegenwoordiger? Hartstikke leuk. Dat vind ik een van de leukste dingen van mijn baan als raadslid. Omdat je juist dan de echte verhalen hoort en juist waar het beleid de mensen echt raakt. Dus dat is waar ik voor doe. Hoe heb je deze dag ervaren?
Nou ja, als een dag was elke vrijdag eigenlijk 400 mensen blij gemaakt met een voedselpakket. Dus ik hoop dat zij een fijn weekend hebben. En ik ga ook nou een lekker weekend vieren. Fijn weekend.